En hey daar jongens, dames, meisjes, mannen, wie dan ook. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zelda, The Ocarina of Time. En in de vorige aflevering ben ik echt keihard dood gegaan door zo'n fucking hand. Oké. Dus ik ben in dat gat gevallen, was een hand. Maar nu kan ik nu even deze openmaken. Want ik moest weer helemaal aan het begin van de voorstempel moest ik staan. Moest weer helemaal hier naartoe. En ja, dat gebeurt nog wel vaker. Maar ik heb in ieder geval de boss key. Die is nog best handig om te hebben. Oké, dus dan ben ik hier zo ergens dood gegaan als ik het goed heb. Volgens mij hier zo uit. Hier zo. En dus dan heb ik deze hier zo vermoord. Zo. Oké, geeft hij me Deku Nuts. Ah, give me your nut. Dus ging ik hier zo in als ik het goed heb. Ja, toen ben ik dus bij die fucker dood gegaan. Oh nee, wacht. Dit is ook waar. Moet ik... Zo. Nee. Ah, zat die drempel daar zo. Kut. Ah, crap. Wanneer wordt hij nou weer eens even normaal? Zo dus. Oh, crap. Zo, dat is één. Nee, 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 nee. What the fuck? Huh? Nee, word niet meer... Ah. Kut, heb ik nu niet... Nee, ik heb niks. Kut. Oh, wacht eens even. Ik heb wel wat. Misschien dat het lukt. Dit is fire. Gewoon... Wow. Boom. Lukt het ook weer eens niet, hè? Godzonnemachtig. Dus dan 1, 2 en dus dan snel 3. Waren dat ze? Yes. Oh my fucking god. Echt waar, dit vind ik een enemy die echt zo verschrikkelijk kut is. Maar ja, openen. Small key. Oké, dus die hebben we wel nodig. Oké, nu naar rechts. Ja, niet naar links, want dan komen we weer bij die planten, dus dan ken ik mezelf weer. Waarom deed ik Dinsfire? Alweer. Nou ja. Dat boeit me niet zoveel. Even deze openen. Komt hier zo die Skookatula. Boom! Ja hoor. Is hij dood? Krijg ik geen handjes van hem, hè? Wat een eikel. Nou, dus volgens mij ben ik in deze kant wel klaar. Maar eerst even proberen nog wat hartjes te scoren. Kom op, hartjes. Hartjes. Ik zei hartjes. Pijlen, ook goed. En ja, wat nu? Even kijken. Er moet wel een manier zijn om daar eens op te gaan komen. Of anders kan ik me nu ook wel zelf een kant maken, want ik ben nu toch hier zo vlakbij. Daar hoef ik toch niks meer te doen. Kom op hé, waarom kan ik daar zo niet op? Oh, wacht eens even. Ik zie daar zo'n oog. Waar ik misschien wel kan schieten. Ja hoor. Daar kan ik op schieten. Oké, mooi. Waar kom ik nu uit? Oh god. Gewoon zo? Ja hoor, 1 en 2. Oh god, is die er ook weer? Oh god. Kom erop. Ja, sterf! Hè? Oké, hookshot, hookshot. Kan ik daar zo bij? Er is toch nog wel iets waar ik op kan schieten? Nou, zo te zien hier zo niet. Maar ik zie wel een Skookatula. Hey. Zo. Ja. Ik ben er. Wat zit hier zo in? Nice. Maar ja. Oké. Jij even dood. Kom op. Pak hem. Ja, wat nu? Even kijken.
Ja, wat vind ik die tempels toch altijd zo kut. Volgens mij is dat toch een kistje, als ik het goed heb. Wacht even, moet ik dan niet de scarecrow's of zoiets hebben? Voor dat daar. Ik weet niet zeker of het kistje is, maar... Volgens mij wel. Oké, al twee van die poos verslagen. Wat staat hier zo ook alweer? Eens even kijken, hè. Altijd gewoon even kijken. Even kijken. Oh, jij weer? Hoppa. Zo sterf. Oh, wat heb ik toch zo'n hekel aan jou, hè. Oh ja, hier zat niks. Zit hier eens wat in? Hallo, hartjes. Hey, fairy. Yeah, fairy. Zeg, als ik nu weer terug ga, zijn die dan weer? Ja. Oké, dus dan even deze bottle iets vullen. Ja. Dus dan sla ik hem en pak de vee. Oké, zet ik wel even mijn ocarina thuis weer op, want ik ken mezelf weer. Dan ga ik hem weer per ongeluk gebruiken. Ja, dan ben ik nogal best fucked. Oké, fuck jou dan gewoon. Echt, er moet een manier zijn om daar zo op te komen. Toch? Oh, wacht eens even. Misschien... Moet ik hier zo wel weer naartoe gaan. Dus dan weer die hele kamer die eerst gedraaid was weer goed zetten. Of die eerst... goed was, weer gedraaid zetten. Volgens mij was het zo, ja. Oké, schrik maar. Boom, daar ben je dood. Oeh, rupees. Oh, wacht, ik heb toch al 200. Haha. Echt, het komt echt niet vaak voor dat ik een rupee of twee laat liggen. Ik pak ze altijd, want ik heb zoiets van, ach ja, ze kunnen toch wel nog van pas komen, weet je. Maar ja, ik weet ook niet waarom ik dat doe, maar dat heb ik altijd al gehad. Nou, als je vraagt van, ben je daar zo bij dat ene oog geweest, wat hier zo erg zit, als je dan hier zo naartoe gaat, dus dan twee keer rechts volgens mij, daar ben ik al geweest. En in dat kistje dat je daarvoor kreeg, zat alleen maar een paar arrows. Dus ik had ook zoiets van, oké, fuck jullie dan maar gewoon. Ja, die heb ik dus dan gewoon niet meer gepakt. Zo easy is het. En sterf! 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 Zo. Kom eens hier. Kom hier. Oké. Ja hoor. Die is dood. Oké. En nu op dat oog richten. Ja. Dan wordt die kamer weer gedraaid. Wow. Echt. Dit vind ik nog best wel vet gemaakt voor de Nintendo 64. Zijn dit nog best wel coole graphics, om zo maar te zeggen. Oké, hier zo in. Ja. En dus dan weer helemaal hier zo naartoe. Oké. Die heb ik al gehaald, dat weet ik. Hier zo hoef ik niks meer te doen, dat is mooi. Oké. Hier zo in. Ach ja, ik weet ook niet wat ik hier zo allemaal doe. Net die ene meme van die hond. I have no idea what I'm doing here. Oké. Ja, dat deed best wel pijn, Link, maar je bent Link, dus je kan het tegen een stootje. Oh god. Hopelijk komt die shadow niet op mij. Maar ja, eens even kijken. Zo. Nee, zo. Zo. Zo, die is dood. En dus dan... Boom! Die is ook weer dood. Zit hier zo'n slot die ik kan ontgrendelen. Oh ja. Deze is best wel makkelijk. Want dus gewoon een beetje op het oog daar zo zit een ijs. Dus zo kun je niks doen. Maar daar zo staat een vuur. En ja... Dan kun je al drie keer raden wat je ermee moet doen.
Kijk goed. Hoppa. Dat is easy as fuck. En zo wordt deze kamer weer gedraaid. Easy. Hier moet de trap zitten. Kut. Oh, wacht. Waarschijnlijk zit daar nog wel eens om. Ook niet. Zit er ook alweer geen oog. Kut. Er staan hier zo een paar potjes, dus... Ik zou er wel op moeten kunnen. Oh, wacht. Via deze kant. Echt waar, spel. Moeilijker kun je niet maken. Eigenlijk wel. Water tempel. Wat? Oké. Maar... Als jullie mij echt willen zien ragen, dan moet je er gewoon kijken als ik de watertempel ga doen. Echt, dat is het enige level waar ik zoveel moeite mee heb gehad. Oh, die was mis. Zo. Oké. Ja. Ik kan wel tegen bijna iedere Zelda fan zeggen van, hey, weet je wat, watertempel, dus dan heb ze ook iets van... Moet ik nou hier zo in? Ik denk het wel. Wauw! Oh ja, crap. Link, watch out, the ceiling is falling down. Oeh, geluk. Oké. Nou, ik kan nu hier zo staan als ik het goed heb. Oh, wacht, hier. Hallo? Oeh, dat was best wel lucky. Oké, dus dan... Snel naar dat kistje toe. Oké, bundle of arrows, ook goed. Hier zo kunnen we nu in. Maar wat de fuck is hier? Oh god, nee. Huh? What the hell? Oh ja, nu moet ik deze weer goed in... schuiven. Nee, niet klimmen, niet klimmen. En dus dan... Grab, en dus dan... Ja, kom op. Zo. Deze hier. Oké. Deze moet even weg. Die moet hier naartoe namelijk. Deze moet ietsjes naar voren. Wauw, daar zit maar een half minuut voor, hè? Oké. Nou, dit schiet nog lekker op. Oké. Dus dan deze hier zo naartoe. Ja. Dus dan ben ik klaar zo, ja? Yeah! Auw. Oké, ik heb mijn boog. Kijk uit, daar spook. Zo, en dus dan... Ah, kom op. Oké, vlakbij hem staan. En dus dan... zei ik. Oké, wand maar aan. Ja, kom maar op. Nee, die was ook al mis. Oké, even wat... Yeah! Dat wordt alweer een mooie kill. Oh, kut. Oké, raakt mij niet. Kom op! Raak hem nou eens. Oh, kut. Ah. Wat een kutspook ook, hè? Nou, kinderen, ze zeggen wel, spook bestaan niet, maar zo te zien wel. Kom dan. Maar waarom kan ik nou die ene kant niet oplopen? Echt, wat genaaid is dat, man. Oké, loop met hem mee. Ik zei, loop maar met hem mee. Maar niet al te ver mee. En dan heb ik de tweede po. Fuck yeah! En waarom hoor ik geen geluid? Serieus jongens, ik hoor geen geluid. Horen jullie dat nog wel? Oh, zeker weer wat uit mijn... box zijn. Maar ja. Dat kan gebeuren. En val hem aan! Hè? Ik druk op B. Doet die motherfucker dat niet, hè? Hierzo ga je maar dood. Ook goed. Oké, wat zit hier?
Oh, dus nu ben ik wel hier, hè? Nu wel? Really, bitch? Really? Oh, no, you didn't. Zo, die is ook weer dood. Ja, dit is kut, ik hoor echt geen geluid meer. Hallo? Nou ja, dus moet ik nog één zo'n po verslaan. Oké, dus dan nu snel naar dat kistje toe. Ja, blijf bij dat kistje. Blijf bij dat kistje. Blijf bij het kistje. Oké, daar zit er alleen. Dus dan zo snel mogelijk. Oude spin, niet lief. Hier zo naartoe. Ja. Oké, dat is ook weer goed. Zo. Ah, weer zo'n tieve spin, hè. Nee. Kom op. Laat me nou godverdomme bij. Och, ben ik hier? Mooi. Nou, dankjewel. Zo kan het ook, hè. Kutspin. Oké, waar ben ik nu? Wacht even, hoe de fuck kom ik hier? Moet nu de Song of Time zo doen? Ik weet het echt niet hoor. Nee, maar ik fix even mijn geluid, dus kom zo bij jullie weer terug. Tot zo! Oké, mijn geluid is weer gefixt en ik heb geen idee wat ik hier zo kan doen. Wat doet Navi daar nou zo gek? Hallo? Iemand? Oké, maar wat de fuck moet ik nou hier? Ik weet het echt niet, joh. En zelfs Lullaby, Epona Song, Serious Song, Sun Song, Song of Time. Ik denk wel dat ik zelfs Lullaby even moet gaan spelen. Kom maar op. Zelfs Lullaby, werk je mee? Ik denk je niet, maar werkt hij mee? Nee. Fucking hell, hé. Oh, kut. Wat gebeurt er nu? Oké, dit dus. Ja. Kan ik misschien snel naar het kistje? Wacht eens even, misschien. Hey, dat is mooi. Ah, maar waar ik nu naartoe moet, ik heb echt geen idee, joh. Misschien. Wat is er? This torch is lit, that means. Ja. Ik heb weer zo'n ding verslagen. Maar heel misschien. Wat? Kan hij ook gewoon zo doorheen? Dankjewel. Dat ik dat nu pas weet. Echt. De meeste games hebben echt zulke grote secrets. En ik kom naar die kleine secrets echt na 10 jaar achter. Wacht eens even. De laatste is hier. Weet je wat? Fuck jou! Wat? Oh. Ah nee. Deze verdeelt zich in vieren. Kut minibaas. Oké, dat was één. Waar is nummer 2? Deze? Nee. Die. Ja, die was het. Pijlen. Oké, zo moet je dus volgens mij de hele tijd erop staan. Deze? Nee. Die. Nee. Die. Die. Die was het. Oké, dat is mooi. Blijf gewoon hier staan. Een beetje gewoon zo. Dus dan pijltjes erbij. En 2 plus 2 is 4. Want ik heb er al in de vorige aflevering alweer 2 verslagen. Dus dan wordt nu 4. Dus dan staan nu alle kaarsjes aan. Maar wat zijn die kaarsjes toch weer mooi. Ja. Pak je bow and arrow dan. Wow. Ik heb hem alweer verslagen. Leef mij. Ik ben awesome. Nu, wow, wat gebeurt er nu? Ja, dat ding komt omhoog. Terwijl ik er bovenop sta. Oh yeah. Dit doet echt denken aan Zelda 2 zonder lift. Oh ja. Deze puzzel. Oké.
Draai maar. Draai. Oké, waar is alles nu terechtgekomen? Niks. Hier is ook niks. Oké. Gaan we nog een keer. Ach, daar zat wat. Nee. Fuck, ik moet hem nu weer terug doen. Terug. Ik hoor dus Cocatula. Zo. Boom. Oké dan. Hier, had je. Oké, wat zit hier zo in? Oké, een bundle of arrows. Zit hier nog Cocatula? Ja hoor. Dat zit die. Hier. Trouwens, hoeveel heb ik er? 20 of zo? Oh, wacht, stond daar. 23, oké. Nog 10 voor de grotere wallet. Oké, nog een keer. Daar zit toch niks. Oké, wat gebeurt er nu? Daar zo gebeurt niks. Achter mij is er ook helemaal niks. Oké. Nog een keer. Draai. Ja, gaat goed. Het gaat goed. Oké, daar kan ik in. En wat zit hier? Helemaal niks. Oké, dus ik moet op dat ding staan. Mooi. Ja. Dan gaat die daar zo open. En dan mag je nog gewoon een paar keer draaien. Woep, die fucking duw. Oké. Dan zou ik nu, volgens mij... Nee. Oeh. Hé, hey, wacht even, die was er gewoon open. Toch? Ja, die moest er wel gewoon open zijn. Kijk, want als nu... Ah, deze was ook altijd zo kut, vind ik. Nee. Ja. Nou, dan maar gewoon een paar keer meer duwen. Dan zien we wel waar die komt. Ah, kijk, komt. Oké, die dus dan. Dan weer eentje terug, als ik het goed heb. Ja, weer eentje terug. En dus dan weer zoveel mogelijk draaien totdat die daar zo open is. Oké, ik moest toch... Deze kan nu opdraaien? Ja. Nee, misschien. Ik weet het niet. Ah, man. Word ik alweer verkouden? Hopelijk niet. Maar hier zat hij dus. Nee. Ah, crap. Nog een keertje terug. Nog een keer. Kom op. Dit moet hem zijn. Nee. En dus dan zit hier zo. Yeah. Oké, dat is dus om naar de baas te gaan. Yes. Maar ja. Ik ben er. En zoals altijd, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering van Zelda Ocarina of Time. En ik zie je gewoon weer in de volgende aflevering waar ik de baas ga verslaan. Aju!